Welkom en supergoed dat jullie kijken. Wat kunnen jullie in dit avontuur van vandaag verwachten? Ben en ik gaan zoeken met de metaaldetector. En niet zomaar op een stukje grond. Nee, wij hebben onderzoek gedaan. Dat is eigenlijk al een jaar geleden begonnen. We kunnen op dit stuk grond vondsten verwachten uit de periode van de late middeleeuwen, vroeg moderne tijd. Hoe weten wij dat? Nou, we zijn er dus achter gekomen dat in die periode turf is gestoken. En dat was in opdracht van een abdij van welvarende nonnen. Ja, wellicht is er dan toch nog wat verloren daar. Of is er afval uit de abdij terug op het land gebracht. Ja, zo hopen wij toch wat bijzonders te vinden in dit stuk. We hebben gezien op de NAP hoogtekaart dat er niet veel aan de hoogte is veranderd. Dus ja, het is nog wel echt een beetje de hoogte van hoe het toen is achtergelaten. Misschien zal het wel een klein beetje grondbewerkt zijn, maar eigenlijk kunnen we er maar op één manier achter komen. En dat is gauw daar naartoe gaan en beginnen met zoeken. Dus wens ons succes en dan zien we jullie daar op de locatie. Ja, ik heb een knoop gevonden. Er staat nog wat op, maar ja, ik weet nog niet wat. Ik dacht of denk nog steeds misschien een olifant, maar ja, dat zou heel goed misleidend kunnen zijn. Want dat heb ik wel eens vaker gehad. Dan denk je dat dat erop staat, maar dan is het toch wat anders. Het is wel mijn oogje geweest, ja, denk ik. Ja. Het is geen stilknoopje geweest, hè, denk ik, of wel? Ja, denk ik niet. Dus, er staat nog wat op. Alleen dit, bruinig, ik weet niet of dat aangepast is. Je ziet inderdaad een soort lijntjes erin lopen, allemaal. Er staat wat in. Hey. Begint goed? Ja. Deze is gedetailleerd, hoor. Ja. Dit is mogelijk wel wat bijzonders, ja, inderdaad. Ja, deze is niet van jouw Cars Jeans. Nee. Lekker, man. Hey, maar top bij een nieuwe toestemming. Dit is echt wel goud gewoon. Ja. Echt goud. Ja. Weet je, en het gaat er gewoon liggen. Het is wel lekker nat hier zo, maar we hebben er alles voor over. Ja, toch? Het moet glair zijn, dus het is goed. Nou, gaan we gauw verder zoeken. Ja. Nou, de wind waait ook nog hard, dus ik weet niet of iedereen het kan verstaan. Maar goed. Ja, dan moet ik een ondertiteling erbij zetten. Ja. Yes, kijk eens. Ik heb ook een gave vondst. Super! Wauw! Yes! Dit is een sleuteltje, hè? Ja! Super gaaf! Heel erg leuk. Dit is ook wel oud, hoor. Nou, we zitten eventjes een boterhammetje te eten bij de auto en ik heb net eventjes op internet gespeurd naar een knoop die ik zojuist heb gevonden. En als het goed is, is dat een dambord knoop uit de 17e eeuw. Even kijken. Hier hebben we hem. Je ziet inderdaad alle vakjes verdeeld staan. En ja. Volgens de informatie moet dit dus een dambordknoop zijn, 17e eeuws. Nou, dat is toch best leuk. Zegellood of zo? Hey? Ik denk dat het een zegellood is geweest. Ja, dat kan ook, hè. Maar ik heb wat in het kluisje zitten. Hey? Kijk, ik heb een hey, vierkante stuiver. Ja. Een vierkante stuiver van koper nikkel, zo te zien. Mooi, man. Wel mooi misschien, hè? Ja, denk het wel.
Beetje spoelen. Even kijken, een beetje spoelen. Ja. Hier zo in het pasje. Ja. 5 cent naar de andere kant. Is nog niet echt zichtbaar. Deze heb toch wel wat te verduren gehad, inderdaad ook. Ja. Die hebben wel aardig. Maar goed, misschien kunnen we later nog wel even het jaartal zien, maar nu nog even niet. Aardige oxidatie. Mm-hmm. Mooi toch? Wat ja, toch grappig. Ja. Een vierkante stijver. Nou, ik hoop dat jullie mij kunnen verstaan door de wind. Maar ik heb een zinken oorlogsmunt gevonden. Ben had er net ook eentje, maar die was in wat mindere staat. Maar het is een 1 cent. Dus periode 1941, 42, 43. Even kijken of we het een beetje mooier kunnen maken. Nee, dat gaat hier niet lukken. Het is hier veel te baggerig. Maar ik zal hem later even goed in beeld brengen met een fotootje. Ja, we zijn weer even terug. Ik heb hem toch wat beter gekregen. En we zien dat hij uit 1942 is. Een 1 cent. Ja. En de andere kant. Ja, doordat het zink is blijft het toch nooit zo heel erg mooi. Maar deze die valt mee. Dus toch nog wel leuk. 1942. Toppie. Die is zeker mooi. Hup, hij had hem net scherp. Even achter. Ja, zo. 1914. Wow. Zo, daar zou ik niks mee doen. Ik zou hem zelfs gewoon zo laten. Ja, misschien daar een beetje ergens wel met een ander stukje. Ik ga er niks meer aan doen, nee. 1914. Maar dan denk je, ja, het is maar gewoon een leeuwencent. Maar 1914, dat is toch al dikke 100 jaar oud, hè? 107 jaar oud. Zeker. Ja, en het, dat hij zo mooi is ook nog, hè? Ja. Het is wel de... Nee, ik heb hem mooi gevonden, maar zo mooi denk ik nog niet. Nee, hè? Maar weerskanten. Nee. Dus laten we het nog eens een keer zien. Zo. Ja, echt dik. Kijk, 1914. Wow. Ja, dat is mooi hoor, Ben. Daar ga ik niets meer aan doen, nee. Nee. Ik vind het helemaal mooi. Ja. Nee? Nee. Dus ja, wat zullen we doen? Ja, nog een klein baantje maken en dan tot het einde lopen. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Doen we deze munt geven we dan wel weer iets extra van motivatie. Dat wel, hè? Ja. Dat doen we wel, ja. En dan gaan we straks een lekker snackie halen. Hè? Ja, waar wil je heen? Ja, moeten we even kijken. Calzone, hè? Ja, dat is wel lekker, hè, zo'n console. Ja, daarom. Ja, nee, ja. Ik neem bij zo'n quattro formatie, dat is mijn favoriet, maar... Nee, we kunnen kijken. Ja, ja, is goed. Lekker. Dan gaan we nog door. Yes. Nou, helaas geen middeleeuws gevonden, maar ondanks dat toch nog leuke vondsten gedaan. Wij hebben het in ieder geval erg naar ons zin gehad met zoeken. We hopen dat jullie ook met plezier hebben gekeken naar deze video. Help ons nog te groeien door iets te delen, een leuke reactie achter te laten, te abonneren wanneer jij nog geen abonnee bent. Dan bedanken wij jullie voor nu weer voor het kijken en tot snel bij de volgende keer. Tot later!